Bij het begin van deze trainingssessie dacht ik gewoon goed voel, ga ik misschien een dubbel op 80 weer. Ze gaan het naar behoren. Maar dit is mijn vierde set. Ik heb nog twee sets te gaan. De laatste set blijf ik ook lekker op 75 houden. De rusttijd hou ik ook zo kort mogelijk nu. Want ik zit op echt mijn eerste blok, kan ik zeggen. En ik wil gewoon zo snel mogelijk door alle snatches heen kunnen. En de rust gewoon niet te lang houden. Want in principe is het gewicht. Hoort niet echt zwaar te zijn, maar mijn beenkracht laat nog even te wensen over. Maar ook door niet te lang rust te houden, kan ik op zich dat technische feeling wel wat meer inkrijgen. Dus mijn rust is tussen elke set 2 à 3 minuten gewoon even op adem komen, even analyseren en dan weer door. Balen van hoe die laatste ging, maar gewoon blij met elke set. Vorige week 1 mis, ook 6 sets, 12 snatches, hetzelfde als nu. Oké, wat je dus steeds ziet gebeuren in de twee sets die je net zag. Mijn heupen vrij snel omhoog schieten. En dat zal altijd zo zijn, want ik ben best wel een heupdominante squatter. Omdat ik gewoon fucking lange benen heb. Maar ik wil het vermijden door voornamelijk mijn bovenbenen te gebruiken. En hoe ik dat ga toepassen is door wanneer ik uit de bodem kom te gaan proberen met mijn handen iets meer tegen de halter aan te duwen. En proberen mijn knieën een beetje naar voren te houden in plaats van dat ik heel snel mijn heupen op laat komen.